Bij het tweede kenmerkend aspect van de tijd van Grieken en de Romeinen gaan we eens kijken naar de Romeinen. We gaan kijken naar de groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. De cultuur van de Romeinen komt voorbij, hun bestuur en ook de economie in het Romeinse Rijk. Eigenlijk is dit filmpje een kort overzicht van dat Romeinse Rijk. Dus er komt dus nogal wat voorbij en we gaan er echt in reuzenstappen doorheen, niet alles zal behandeld worden. Om een beetje overzicht te krijgen beginnen we met een tijdlijn waarmee we meteen het bestuur van het Romeinse Rijk gaan bekijken. Het Romeinse Rijk kun je eigenlijk in drie perioden opdelen. De koningstijd van 753 voor Christus tot 509 voor Christus, dan de republiek die duurt tot 27 voor Christus en uiteindelijk de keizertijd die duurt tot 476 na Christus. Over die koningstijd weten we eigenlijk niet zoveel. Er is niet zoveel van bekend. Ja, er zijn een aantal mythische verhalen over bekend. Over Romulus en Remus bijvoorbeeld, die Rome gesticht hebben. Maar hoe het precies zit, nou ja, we hebben er weinig historische bronnen van. Wat kunnen we wel zeggen over die tijd? Nou ja, dat Rome in feite een monarchie is. Het is een klein stadstaatje met een koning aan het hoofd. In 509 wordt de laatste koning afgezet en dan begint de tijd van de republiek. Die laatste koning die zou zijn macht misbruikt hebben en om te voorkomen dat er opnieuw één iemand aan de macht zou komen die zijn macht zou misbruiken, werd de republiek gesticht. En de macht werd daarom verdeeld over meerdere functies. En die functies die werden voor een jaar toegewezen aan mensen die daarvoor gekozen werden. De belangrijkste functie was de functie van de consul. Dat waren er 2. En de consul was de opperbevelhebber van het leger. Na de ambtstermijn kwam een consul, net als de andere bestuurders, automatisch in de senaat terecht. En die senaat, dat was eigenlijk het machtigste orgaan in die republiek, zeker in de 3e en de 2e eeuw voor Christus. Ja, hier ligt de macht dus bij een kleine groep mensen, namelijk die senatoren. En dat waren mensen die zowel van adel waren, maar ook plebeiers, het gewone volk. En daarom spreken we ook wel van een oligarchie. Die consuls die moeten we in de gaten houden, want hun onderlinge strijd zorgt er uiteindelijk voor dat er een einde komt aan die Romeinse Republiek. Naarmate het Romeinse Rijk groeide, kregen die consuls, die opperbevelhebbers van het leger, steeds meer macht. En die gingen de macht ook steeds weer naar zich toe trekken. Hun soldaten vochten niet meer voor de Romeinse Republiek of voor de Senaat, maar voor een eigen generaal, voor een eigen consul. Hij zorgde immers voor de soldij en voor de veiligheid in de strijd en dergelijke. Dus die consul die was populair. Nou, uiteindelijk breekt er in 49 voor Christus een burgeroorlog uit tussen de legers van de consuls, aan de ene kant Caesar, aan de andere kant Pompeius. En nou ja, Caesar weet uiteindelijk de macht te grijpen, hij regeert een tijdje als een soort dictator, maar hij wordt uiteindelijk op last van de senaat vermoord en dan breekt er een nieuwe burgeroorlog uit, waarbij uiteindelijk het neefje van Caesar, Octavianus, de macht weet te grijpen en de strijd weet te beslechten. Daarmee begint de tijd van de keizers. Die Octavianus laat zich namelijk als eerste keizer van het Romeinse Rijk kronen en hij gaat zich keizer Augustus noemen, de Verhevene. Nou, in die keizertijd is de macht in handen van de keizer. Die beslist uiteindelijk wat er gebeurt. De senaat en de consuls en dergelijke, die functies die blijven bestaan, maar in de praktijk hadden zij weinig macht. En opnieuw wordt het Romeinse Rijk dus een monarchie. Nou, hier een heel kort overzicht van die drie perioden en de bijbehorende functies. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar nogmaals, we gaan er heel snel doorheen. Daarom gaan we nu ook snel door naar de groei van het Romeinse Rijk, want die is namelijk enorm. Rome begint dus in die 8e eeuw voor Christus als een klein herdersdorpje en in de eeuwen daarna groeit het uit tot een klein stadstaatje in het midden van Italië. Nou, die stadstaten, daar hebben we het al vaker over gehad. Rome was dus in eerste instantie ook een stadstaat. Maar deze stadstaat weet uit te groeien tot het Imperium Romanum, oftewel het Romeins Imperium. En dat zie je hier op het kaartje. Al die gekleurde gebieden behoorden bij dat Romeinse Rijk. En dat is nogal wat. En daarom spreken we voor het eerst ook van een imperium. En een imperium is een groot rijk onder de macht van een keizer of van één volk. De vraag is natuurlijk hoe die Romeinen dat voor elkaar hebben gekregen. Wat zijn de oorzaken van die groei van dat Romeinse Rijk? Nou, daar gaan we nu eens even naar kijken. Ten eerste is het hebben van een sterk leger natuurlijk belangrijk. En de Romeinen hadden het beste leger uit hun tijd. Het was sterk en het was gedisciplineerd. De Romeinen hadden goed naar de Grieken gekeken, hadden veel van hun wapenuitrusting en veel van hun tactieken overgenomen en hadden dat verder uitgebouwd en getraind. En de Romeinen stelden op een gegeven moment een beroepsleger in dat bijna onverslaanbaar was. Daarmee veroverden zij dus een groot deel van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En het veroveren is één ding, je moet het ook in handen houden en daarom moet je zorgen voor goed verdedigbare grenzen. Nou, die hadden de Romeinen. Soms waren dat natuurlijke grenzen, zoals bergen en woestijnen en dergelijke. Soms waren dat ook grenzen die door de Romeinen aangelegd werden, zoals de muur van Hadrianus tussen Engeland en Schotland. Dat was een verdedigingsmuur die van kust naar kust liep. En in Noordwest-Europa en Midden-Europa zien we een soort gelijke grens, namelijk de zogenaamde limes. Aan de oevers van de Rijn en de Donau werd een heel verdedigingssysteem van legioenskampen, kleinere kampen en wachttorens aangelegd, en daardoor konden Germaanse plunderaars uit Noord-Europa worden tegengehouden. Oké, het Rijk is veroverd, de grenzen zijn redelijk veilig gesteld, hoe houd je iedereen binnen jouw Rijk dan onder controle? Daar speelde de goede infrastructuur van het Romeinse Rijk een rol bij. Er werd een uitgebreid net aangelegd van wegen, zodat iedereen met elkaar in contact kon staan in het Romeinse Rijk. Dat was ten eerste natuurlijk goed voor het leger. Als er ergens een opstand uitbrak, nou, dan konden soldaten snel ter plekke zijn. En ten tweede was het natuurlijk goed voor de economie, want handelaren konden veilig onder bescherming van het Romeinse leger van plek A naar plek B komen. Dus die goede infrastructuur die droeg bij aan de stabiliteit en de welvaart van het Romeinse Rijk. En als laatste punt moet ook nog even het bestuur van de Romeinen genoemd worden. In principe golden in dat hele Rijk dezelfde regels en iedereen wist waar die aan toe was. En de Romeinen hadden ook een heel systeem opgezet met Rome natuurlijk als centrum, waarbij zij hun Rijk goed konden besturen. Maar ja, waren die overwonnen vorsten, waren die overwonnen stammen daar zo blij mee? Ja, ergens toch wel, want als die veroverde vorsten meewerkten, dan behielden zij vaak hun macht en dan kregen zij het Romeinse burgerschap. Dat is een begrip dat we ook al vaker gezien hebben, maar het Romeinse burgerschap, dat hield in dat je niet zomaar kon worden veroordeeld en je kon belangrijke functies krijgen. En mede hierdoor gebeurt er iets opvallends. Er vindt de zogenaamde romanisering plaats. En romanisering wil zeggen dat mensen Romeinser worden, oftewel het overnemen van de Romeinse cultuur of delen daarvan door andere volkeren, zoals je hier ook op dat stukje uit Asterix en Obelix terug ziet komen. Veel mensen keken op tegen de Romeinse cultuur en ze wilden er ook graag bij horen bij dat grote rijk. Zelf hadden de Romeinen ook voorbeelden, dat waren de Grieken. Ze bewonderden de beeldende kunst en de architectuur, hun talent om in het openbaar te spreken, hun literatuur en hun filosofie. Maar aan de andere kant keken ze soms ook neer op die Grieken. Ze vonden ze vaak toch een beetje onbetrouwbaar en het waren allemaal onderling ruzie in de stadstaatjes. Dat vonden de Romeinen dan wel niks. Zij hadden immers een heel groot rijk bereikt. Maar goed, de bewondering overheerste. En als dan in de 2e eeuw voor Christus Rome uiteindelijk Griekenland inneemt, ja, dan neemt tegelijkertijd die Griekse wereld ook een beetje bezit van de Romeinen. Want doordat die Romeinen ze opkeken tegen die Grieken, namen zij heel veel van hun cultuur over. En zo ontstond er een Grieks-Romeinse cultuur die door de veroveringen van de Romeinen over heel Europa verspreid werd.